Welkom bij deze instructievideo Revit 2020.2 RD-coördinaten instellen. In de eerdere video over het instellen van RD-coördinaten heb ik laten zien hoe je in eerdere versies het RD-coördinaat kan instellen door gebruik te maken van het Project Basepoint. In deze versie is dat helaas niet meer mogelijk. Als we nu in Revit 2020.2 het Project Basepoint selecteren, dan zien we dat de paperclip dat die verdwenen is. Als we hier nu een waarde invoeren, dan zien we dat het Project Basepoint verschuift. En dat hij niet op zijn positie blijft liggen en dat het SurveyPoint juist verplaatst wordt. Gelukkig is dit ook op een andere manier mogelijk. Voordat ik mijn nulpunt goed ga instellen, zet ik eerst mijn orientation op True North. Nu ga ik naar Coordinates, Specify Coordinates at Points. Nu kan ik het punt inklikken wat bekend is, waarvan ik weet waar dat ligt ten opzichte van het RD-coördinatensysteem. Hier kan ik nu bij Noord-Zuid de y-waarde gaan invullen. En dat is in mijn geval 4, 7, 4, 8, 5, 4, 4, 6, 9. De east-west is de x-richting, is in mijn geval 1, 1, 4, 2, 7, 2, 2, 3, 0. En de elevation kan je hier ook aanpassen. Oké, totaaloverzicht. En ik klik nu op mijn Project Basepoint en dan zie je dat deze op de juiste coördinaten liggen. Dan zoom ik weer in op mijn project. En ik klik nu op een Project Basepoint, dan zie je dat die op de juiste waarde liggen. Nu kan ik weer gewoon de Ik hoop dat je wat hebt aan deze video en bedankt voor uw aandacht.